Dus 's ochtends stond hij nog in de bakkerij te bakken. En 's middags moest hij in de Tweede Kamer. En toen had hij gewoon alleen maar een spijkerbroek en een blouseje en een spijkerjek. Nou, dat was in die tijd not done. Mariska Schaefer, de dochter van het Amsterdamse Partij van de Arbeid-icoon Jan Schaefer, vertelt vanuit haar Jordaanese snoepwinkel over haar vader. Dat is mijn oma, waar ze in verwachting is van mijn vader, op de Willem de Zwijgerlaan. Daar had mijn opa met mijn oma voor de oorlog een banketbakkerij. Mijn opa was meesterbakker. Mijn vader was ook een hele goede banketbakker, want zo is hij in de politiek gegaan. Hij at namelijk heel goed, maar hij woonde slecht. Schaefer begon zijn politieke carrière door de straat op te gaan. Hij was gewoon met een clubje mensen uit de buurt, zoals je hier nu ook de wijkraad hebt of wat dan ook. Hadden ze een actiecomité in de pijp. Huren van 300 en 400 gulden die zijn voor ons niet te betalen. Nou, wat blijft er dan over? Dat zijn dit soort huizen. Maar die zijn verkrot. Er is jaren niks aan gedaan. Mijn vader had een hele harde stem. Heb ik van hem geërfd. Maar daar werd wel naar geluisterd. Daar zijn we het niet mee eens en daar voeren we actie tegen. En daar hebben we u bij nodig. U kunt zich vanavond opgeven als lid van de Partij van de Arbeid. Ik ben er niet, ik ben bezig met begroting volkshuisvesting, maar u kunt mijn vrouw bellen. Gewoon echt in beeld op televisie, nationale televisie, met mijn huistelefoonnummer. Dus dat zegt genoeg. Door de drukke agenda van Jan Schaefer was het thuis niet zoals bij andere kinderen. Mijn broer en ik hebben alle twee eigenlijk geen vader gehad, want die hadden we uitgeleend aan Nederland en Amsterdam. Hij was altijd op kantoor. Als ik ook ging mijn vader wou opzoeken, dan ging ik naar het stadhuis. Toen in de roerige jaren 80 de krakersrellen uitbraken, kreeg de familie Schaefer een hoop over zich heen. Nou, hij was tegen de krakers natuurlijk. De krakers moesten eruit. En die wilden er niet uit. Mocht ik niet naar school, want er waren doodsbedreigingen aan mijn vader en aan ons. En het is natuurlijk niet leuk als je een kind bent van 10. Vooral op het gebied van huisvesting heeft Schaefer veel betekend voor de stad. Mariska Schaefer is trots op haar vaders werk. Oeh, zijn politieke erfenis. De Jordaan is een van zijn pronkstukken natuurlijk, in de Anjelierstraat. Daar heb je die nieuwbouw zoals ze eigenlijk de Jordaan helemaal wilden hebben. Zoals Almere. En dat heeft mijn vader gestopt. Die heeft toen gezegd, jullie kunnen subsidie krijgen om oude panden op te knappen. Dus nee, daar ben ik heel trots op. Mariska Schaefer woont nog altijd in de Jordaan. Het pronkstuk van haar vader is inmiddels wel veranderd. Dat is de mooiste stad van de hele wereld. Hij wordt soms werd een beetje kapot gemaakt door het toerisme. Airbnb ben ik, in het begin vond ik hartstikke leuk, maar hoe dat nu allemaal gaat, dat is, mijn vader draait zich om in zijn graf. Er wordt meer Engels gesproken dan Nederlands. En dan Jordanees helemaal niet meer. Ik leer de kinderen nu hoe je kagenbal moet zeggen. Want ze zeggen dan kogenbal. Ja, dat is dan niet Amsterdam, dat is kagenbal. Dat haar vader nog altijd bewonderd wordt, is mooi. Al is hij 27 jaar na zijn dood nog altijd een beetje uitgeleend aan de stad. Het nadeel en het voordeel, want het is natuurlijk een voordeel dat hij elke keer toch wel weer wordt herhaald wat hij heeft gedaan toen. Dat is natuurlijk heel trots. Daar ben je heel trots op. Maar het is ook weer zo van, dan staat zijn naam weer in de telefoon. Weet je, dan word je ook weer zo van, hè, nou ja, dat was wel mijn vader. Is hij nog steeds niet helemaal van jullie? Nee, dat zal hij ook nooit zijn.